Wat? Dat kun je. Wat heb jij nou mee? Is hij. Huh? Ja, dat is hoera. Hoera. Ik geef je 2500 euro voor. Deal? Ja. Nee. Deal. Je hebt gewoon net een frietje gekocht voor 2500 euro. Jij bent echt... Maar een goed doel. Jij bent... Ja, maar... Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. En wij staan hier nu bij de Shell. Ella loopt daar in haar paardenpakje richting de ingang. Want zij gaat eventjes een lekker broodje voor ons halen. Wij zijn onderweg naar Ella's huis. Ik ga Ella eventjes afzetten. En daarna ga ik lekker naar huis. Ga ik lekker editen. En daarna komt Niek naar mij. En die had een heel raar idee. Namelijk, laatst stond er op Insta een advertentie. Nou, het staat op Marktplaats. Maar ik zag het voorbij komen op Insta. Van een frietje in de vorm van een Nike logo. En Niek wil dat frietje gaan kopen op Marktplaats. Dus dat is zijn plan vandaag. Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. Maar hij vroeg of ik meeging. Dus we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Hallo. Hoi. Kom maar hoor. Zo. Vers gebakken. Oh, lekker zeg. Alleen niet bij mij eigenlijk. Oh, ja, nou ja. Oh jongens, deze broodjes heb ik echt gemist. Dat was echt stom jongens. Ik ging op een gegeven moment elke dag naar de Shell voor dit broodje. Een broodje gezond. Echt lekker. Ik wil jou een compliment geven. Wat dan? Wat is je auto schoon? Ja? Ja. Had je geen dekseltje gepakt? Nee, die helemaal vers gemaakt, vers van de Starbucks. Mooi hè, chef. Nou, bedankt. Graag gedaan hoor. Eet smakelijk. Ik heb alleen deze vetjes uit, of niet? Nou, gaan we naar je huis brengen. Kan jij weer met de paardjes gaan lopen? Ja. Dag, paardenmeisjes, lover, dag. 1516. Dag. Zo jongens, ik ga weer lekker naar huis en dan ga ik lekker editen. Ik ga lekker editen. Ik ben dus bijna jarig, want 9 februari dan ben ik jarig. Dan word ik 22. Alleen, Ruben die zegt de hele tijd tegen mij, Finn, ga je nou wel wat doen? Heb je al wat geregeld? Maar ik ben zo slecht daarin. Ik ben, zeg maar, ik weet niet wat dat is. Zeg maar, ik ben dan zeg maar gewoon, op een of andere manier heb ik er geen zin om allemaal mensen uit te nodigen, weet je. Dat vind ik dan allemaal gedoe en zo, terwijl het eigenlijk nergens op slaat. Dus ik ga eventjes ook vandaag eventjes wat mensen uitnodigen dat we gewoon vrijdag of zaterdag... Of een andere dag, donderdag of zo. Dat we even gezellig wat met z'n allen gaan drinken. Omdat ik dan alweer 22 jaar word, jongens. 22! Ik begin al zo oud te worden, jongens. Het is niet normaal. Jongens, het spijt me. Ik ben het gewoon helemaal vergeten te zeggen. Maar zoals jullie zien, ik heb mijn zonnebril op. Ik heb mijn raam open. Ik heb mijn dakraam open. En dan weten jullie dat het lekker weer is. En dan weten jullie dat ik blij ben. Dus vandaag is weer een topdag, jongens. Want mijn grote vriend is vandaag weer volop aan het schijnen, jongens. Ik heb vandaag weer echt een lekkere dag, jongens. Weet je, zo'n wat ik al vaker soms tegen jullie zeg. Gewoon zo'n dag dat gewoon... Nou, dan zit ik lekker in mijn vel. Ik ben lekker fit. Het is lekker weer buiten. Weet je, dan is de hele dag gewoon top. Er wordt aangebeld en dat betekent maar één ding. Dat Niek Rozen voor de deur staat. Ja, ik wilde gelijk nog een keer bellen. Het duurde weer te lang. Een onrustig mannetje is het ook, jongens. Er is er een jarig, hoera! Hoera! Wat? Dat kun je. Wat heb jij nou mee? Dat is hij. Huh? En dan ken ik het liedje. Ik ken het liedje dan eigenlijk niet meer verder. Maar ik ben... Altijd zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij. Blij, 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 blij. Wat heb jij nou mee? Leven lang, hoera, hoera. De leven lang, hoera. Hoera, zijn leven lang. Hoera. Gefeliciteerd. Voor Vistent. Dankjewel, maar ik ben 9 februari pas jarig. Je bent niet... Jij deed het, weet je wel. Je bent niet vandaag jarig? Je bent niet vandaag jarig? Wat is... Kom eens terug. Oh. Wat, hè? Ik weet wel dat je 9 februari jarig bent, maar ik had je cadeau al binnen. Dus ik dacht, Vincent vindt het vast leuk als hij er vast staat. Maar dan mag je pas zondag openmaken. Ik mag hem nog niet openmaken. Nee. Ik dacht, het is vast. Jij vindt het vast heel kut dat ik. Ja, dit vind ik dus echt het kutste. Want ik haat het als mensen zeggen. Ik heb waarschijnlijk iets leuks voor je, maar. En nu staat hij hier. Mag ik het? Het is heel zwaar. Hier, ga maar even tillen. Oh ja. Wat heb jij. Ik kan die echt niet tegen gewoon. Weet je waar dit op lijkt? Op een soort van vinylplaat. Vinylplaat? Misschien heeft het er wel wat mee te maken met wat erin zit. Maar, hou jij van vinylplaten en zo? Ik vind het wel vet. Maar ik weet niet, dit ziet er echt perfect uit als zoiets.
Waarom lach je? Je hebt zo'n lachje. Ik heb een lachje omdat het gewoon leuk is als iemand niet weet wat erin zit. En ik weet wel wat erin zit. Ik weet wat erin zit. Oh, ik ben benieuwd, jongens. Ja, en het mooie natuurlijk, daarom heb ik ook nu alvast neergezet. Omdat Willem en Ruben altijd helemaal gek van jou worden dat jij dingen... Ja, maar nu mag het. Ik ga hem waarschijnlijk gewoon daar ergens neerzetten. Nou, dan moet ik nu wachten tot donderdag. Ja. Of ben ik woensdag, ja? Nee, donderdag. Als je het zelf niet eens weet... 9 februari, dat is op een... 9 februari, dat is... Donderdag. Jawel, dat is een donderdag. Dat is donderdag. Ja, dat is donderdag. Och, jongens. Ik heb dan 2 dingen aan de agenda staan. 1 is grofveld langs de straat zetten. En 2 is Vincentjaren. Nou, dat is een leuke combi, jongens. Ja. Och, nou, ik ben benieuwd. Ja, dat is heel leuk, niet? En weet je wanneer ik die erop heb geschreven? Ja. Lang geleden. Tijdje geleden. En het is nog steeds vies. Laat me met rust. Oké. Okay. Wat is het plan? Jij hebt een leuk plan. Ik heb een leuk plan. Ik volg al sinds heel lang een Instagram dat heet Marktplaats Debielen. En daarom volg je het ook, omdat jij eigenlijk ook zo'n debiel bent. Ik ben ook een debiel, maar alleen ik zit niet op Marktplaats. Tot over mijn grote oren, dit is een heel slecht voorbeeld. Tot ik over mijn grote oren ineens een mooi bericht tegenkwam. En dat bericht ging over een meisje die heeft een frietje te koop staan op Marktplaats. Sorry, ik spuug echt, hoe heet het in de lens. Ik moet zeggen dat het niet heel soepel gaat erin, maar nee. Ga maar gewoon door. Nee, het intro gaat niet heel goed. En die heeft... Huh? Motoring. Dat is motor, ja. Oké, nog een keer. Een meisje heeft een frietje te koop staan in de vorm van een Nike logo. Niet Adidas, niet Puma, Nike. Dat is gewoon heel veel waard. Dus ik ga proberen dit frietje te kopen. En ik heb nog geen vaste prijs afgesproken, we gaan zo meteen onderhandelen. Want jij wilt hem echt heel graag. Wat is je max? Ik denk 2000 euro. Dat is mijn max. Voor een fucking frietje in de vorm van een Nike logo? Ja, dat is uniek, hè. Ik heb het nog nooit eerder gezien, hè. Je kan het al net zo goed een nieuw frietje halen en dan buigen in de vorm van een Nike logo. Je gaat verbaasd zijn. Dit is echt one of a kind. Dus let's go. Nou, oké. Okay. Ik weet niet waar het is, maar ik was eigenlijk nog niet klaar met editen. Maar ik ga gewoon in de auto door editen. Want ik ben heel erg benieuwd, dus ik ga gezellig mee. En kijken of het inderdaad 2000 euro waard is. Je bent gek, maat. Je bent gek. Ja. Dus ik heb mijn laptop meegenomen, maar ik heb het gevoel dat dit eigenlijk helemaal geen goed idee is wat jij gaat doen. Ik denk het wel. Kom maar mee! Yo! Oké. Okay. Nou, we zijn nu echt op een random plek ergens in Harderwijk. Nee, we zijn tussen de Knobbel en Erpelo. Ik ken het wel. Het Harde heet het. Het heet het Harde. De Knobbel. Ja, het ligt tussen de Knobbel en Erpelo in. Dat is de plek. Ik ben hier echt zo slecht in altijd. Jij bent hier altijd goed in, maar kijk. Waar ben je moeder, niet goed in? Ja, in het ongemakkelijke, want die moeder... Die moeder van de meisje die het zeg maar verkoopt, die is jarig en ik keek net naar binnen en er zitten gewoon, het is één grote kringverjaardag. Er zitten allemaal ooms en tantes en dan ga jij straks naar binnen lopen en het allemaal verzieken. Je hebt ook een taart meegenomen, maar goed. Ik heb een taart meegenomen met kaarsjes, dat is toch hilarisch. Jongens, Nick die gaat het ook filmen voor zijn video, dus ik weet niet, als deze vlog online staat, staat deze video nog niet online, maar ga die wel eventjes checken. Ja, maar je mag gewoon alles filmen hoor, dus ik vind het wel grappig. Dubbele content! Oh jongens, ik heb hier zo geen zin in eigenlijk. La, 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 la. Aan jou de eer om de taart open te maken, want ik heb natuurlijk wel iets bijzonders met de taart. Oh. Oh, staat het frietje er nou op? Nee, wacht, nou, nog niet surprise. Oh, maar is het niet de bedoeling dat dit zeg maar de moeder het gaat openmaken aangezien? Nee, wat we gaan, de bedoeling is dat we zometeen de kaars in de taart zetten en dat we de woonkamer inlopen met alle familie. Moeder helemaal verrast. Kijk, oh, hij is helemaal verpest! Wat is er een beetje afgevallen? Nou, dat zie je niet. Kijk, als je zo doet, zie je het niet. Nou, dit is hem, hè? Ja. Dit is hem echt, hè? 57. Kijk, even, Nick die heeft dus zeg maar ook gewoon een taart gehaald. Met het frietje. Dit is dus het frietje wat Nick gaat kopen. Dit is allemaal onderdeel van mijn onderhandeling. Tactiek. Als dat ding nou ook nog open wil, jongens. Oh, gaat hij open? Oh. Ik heb geen 57 kaarsjes meegenomen. Eén in het midden gewoon? Nee, dat is frietje. Frietje, joh, gek. Wel lief dat hij een taart voor je moeder heeft meegenomen, hè? Echt heel lief. Het is echt een lieve jongen ben jij. Ik had niet verwacht dat er een frietje op zou staan. Ik haal die taart vanochtend op bij de HEMA, zegt die man. Sorry, maar ik moet toch vragen. Waarom? Waarom? Ik zeg, dit is de meest droge taart die iemand ooit heeft besteld bij de HEMA. Ja, dat geloof ik wel. Ja, het is ook echt alleen een frietje erop. Maar het is ook een van de meest droge marktplaatsen als tensies, denk ik. Ja, bizar. Echt veel likes, hè? Ja, klopt. Had 10.000 likes op Marktplaats te bieden. Maar had je echt verwacht dat mensen het zouden gaan kopen? Nee. Ja, vrienden van ons begonnen gewoon te bieden voor de grap. Er was al echt 10 miljoen opgeboden of zo. Ja, 9,99999999.
Maar jullie moeten nog gaan onderhandelen over de echte prijs. Want Nick wil echt heel graag het frietje, jongens. Ja. Hij was helemaal hysterisch. Hij zei, ik moet het frietje hebben. Smaakt het lekker? Hij smaakt lekker. Oh. Ja, stel je, iemand maakt opeens uit het niets 10 miljoen over. Ja. Dan ben je wel even blij. Ja, en er was ook iemand, die zei, die boog 5 ton of zo. En toen zei ik, hoe serieus bent u? Zegt hij, ja, heel serieus. Net serieus als u. Dus ik stuurde een tikkie natuurlijk. Ja. Toch niet gekregen. Nee. Jammer. Ik proberen. Ja, dat was te proberen. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Wij vinden het alles zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij, 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 blij. Ze leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera. We zijn er net binnengekomen, jongens, en Nick had de taart meegenomen. Nou, wat leuk, Nick. Hij moet even wat frietjes filmen, omdat hij door midden is. Ja, dat is echt heel zielig. Nou, wat gezellig zo met z'n allen een verjaardag vieren, hè? Hij is door midden. Had je dit verwacht op je verjaardag, man? Nee. Oké, ja, ik ben dus echt heel slecht aan onderhandelen, maar wat dacht je van 1000 euro? Nee, dat vind ik echt veel te laag. 1000 euro vindt ze veel te laag? Ja. Ik kan iets omhoog, kan ik. Ik heb stiekem mijn moeders rekening meegetrokken. Ik had 1500 euro gaan, max. Ja, nou, dan kan ik je toch zeggen dat je weer naar huis mag gaan. Ben ik helemaal de knobbel gereden van. Heb je wel een mooie aarde gezien. Oké, wat, ja, dat is wel waar. wat wil jij er minimaal voor hebben? 3000 euro. Dat is te veel. Shit. Oké. Maat, ja. Ja. Ja, oké. Okay. Snap je? Ja. Nee. Oké, ik geef je 2500 euro voor. Akkoord. Deal? Ja. Nee. Deal! 2500 euro voor het McDonald's frietje. Oh! Kijk eens aan. Nee. Prachtig. Hij is prachtig. Weet je, dat is deze kant nog mooier dan deze kant. Besef je nu wel dat je 2500 euro voor een frietje hebt betaald? Ja. Besef ik nog niet helemaal. Maar, ik zin om hem gewoon dan op te eten. Nee, ik wil net zeggen. Ik neem hem lekker mee naar huis. We gaan een bierreel maken. Wacht, even stil. Doe eens normaal, jongen. Ja, komt ie. Nou, wat een leuke bierreel. Is hij goed? Ja, dit is fantastisch. Wauw. Je hebt gewoon net een frietje gekocht voor 2500 euro. Jij bent echt... Voor een goed doel. Voor een frietje ook. Maar ook voor een goed doel. Dat gaan we zo wel even in de auto vertellen. Ja. Wij zitten nu weer in de auto en het was... Later, friet. Hoi. En het is natuurlijk helemaal lijp als je denkt... Oké, Nick heeft 2500 euro voor een frietje betaald. Alleen, het was niet alleen het frietje, jongens. Want het was een crowdfunding voor een jongen, hoe heet hij? Hessel. En Hessel die had een dwarslesie gehad. Hij had zijn nek gebroken in juni. Ja, hij heeft zijn hele leven al epilepsie. Ja, toen was hij gevallen. Ja, het is vorig jaar gevallen, heeft hij zijn nek op een tapeplaats gebroken en sindsdien is hij helemaal verlamd. En hij zit dus in een rolstoel en hij is dus helemaal verlamd en hij kan zeg maar niet meer goed door het huis heen bewegen. Dus ze doen een crowdfunding om zeg maar een uitbouw te maken toch voor hem, dat hij daar zelf goed kan leven, dat hij goed door de deuren kan, eigen badkamer en dat soort dingetjes. Dus als jullie nu kijken en misschien ook iets willen storten voor Hessel, ga eventjes naar beneden hier in de link en dan kan je geld storten. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk. En ja, stel je voor dat je inderdaad gewoon je nek breekt en je daarna gewoon niet meer verlamd. Dat wil helemaal niemand. Dus vandaar ook dat imbeciel hoge bedrag. Heel raar, er staat hier dus een auto en Bram die woont ook in het gebouw. Die zei net van deze auto stond 2 uur geleden stond hij dus aan, maar er zit dus niemand in. Dus die auto staat al 2 uur aan en er zat niemand in en Bram komt dus nu weer hier terug. En die auto staat dus nog steeds aan. Dus hij heeft dus 2 uur lang... Nee! Dus hij heeft zeg maar 2 uur lang heeft hij aangestaan. Dus wij hebben hem nu uitgezet, maar het is dus van een auto... autoschadeherstel voor wij. Geen idee, maar misschien dat iemand hem is vergeten, maar het is heel gek. Hij loopt dus al 2 uur lang een draaiende motor en er zit niemand in. Dat is toch gek? Ja, dat is gek. Dus we hebben hem even uitgezet. De sleutel zit er ook nog allemaal in. Ik heb hem uitgezet. Dus Nick heeft hem uitgezet. Dus dat maar is de sleutel zat er niet in. Dat is gek. Ik had hem. Nu kan je niet. Je had hem misschien nu nog een drive kunnen zetten en weg kunnen rijden. Ik denk misschien dat iemand gewoon... Ga je de deur nog open omdat ik het fucking koud? Ik denk gewoon dat iemand vergeten is uit te zetten en bijvoorbeeld gewoon naar boven hier is gegaan.
maar gewoon vergeten de auto heeft uit te zetten. Ja, dat is natuurlijk wel als je de sleutel niet meer hoeft om te draaien, maar je kan gewoon start of stop drukken. Dan, Ja, misschien is iemand het gewoon vergeten inderdaad. Hier, ga maar naar binnen jongetje. Han heeft toch ook een keer bij zijn Tesla, wat was het nou, dat hij zijn sleutel... Hij was zijn sleutel thuis vergeten, maar hij had hem wel gestart volgens mij en toen kon hij niet meer uit. Ja, dat is heel gek. Heb je eigenlijk gefilmd dat we naar McDonald's zijn gegaan? Nee. Nee? We hadden even een kleine snackverhaal bij de Mac. Ik ben even niet goed op mijn eten aan het letten. Maar dat is niet erg. Vind jij een kleine snack? Versta je daar een chili chicken en kip 900? Vind je dat een kleine snack? Kijk eens jongens, een lekkere salade. We hebben geen frietjes genomen. Oh jawel, een halve. We hebben een halve frietjes genomen. Maar wel lekker salade. Wel lekkere salade. Wij hebben lekker gegeten en ik ben nu weer thuis. Niek is naar huis, maar ik ga lekker mijn bedje in jongens. Ik ga eventjes lekker lang slapen. Ik heb daar echt zin in. Maar goed, morgen weer een hele leuke dag. Want we gaan in de avond sowieso met Stefan, Rick, Maliet gaan we naar Ede. Naar het trampolinepark van Boas. Dus het wordt hartstikke gezellig. Dus ik zie jullie morgen om 6 uur bij... Een nieuwe vlog. Later!